Vandaag gaan we een Minecraft huis bouwen. Alleen je mag alleen maar je eigen kleur gebruiken. Lijkt het jullie een beetje een leuk idee, jongens? Ja, zeker! Oké, Sotiro, jij mag alleen in groen bouwen. Mick alleen in geel. Giel, jij alleen in paars en ik alleen in rood. Maar like eerst even deze video, want als je nu op een blauwe duimpje omhoog klikt, dan wordt die namelijk goud. Kijk maar, 3, 2, 1 en het is gewoon gelukt. En abonneer even op mijn kanaal voor geluk, want wie houdt er nou niet van geluk? Ik zou maar abonneren als ik jou was. Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Jazeker. Ja. Oké, dan gaan we beginnen in 3, 2, 1. Succes. Oké, ik moet dus mijn eigen huis gaan bouwen en ik mag alleen maar rood gebruiken. Dus ik heb even rood ingeklikt. En we hebben hier redstone, we hebben hier wol, we hebben hier concrete powder, we hebben ook normaal concrete. En ik denk dat het daarmee wel gaat lukken. En trouwens, ik heb een heel leuk idee. Want kijk, TNT, dat is natuurlijk ook rood. Dus ik ga een heel leuk huis bouwen. Ik ga namelijk een rode creeper bouwen. Oké, laten we eerst gewoon een creeper gaan bouwen van... gewoon helemaal even van wol. En daarna gaan we de creeper even iets mooier maken. Maar dan hebben we in ieder geval een idee van wat ik wil hebben. Oké, we beginnen natuurlijk met het gezichtje. En dan plaats ik er hier nog 2. En dan dit is de basis van het gezichtje. Oké, dan gaan we hier 3 omhoog, zo. En aan de andere kant doen wij precies hetzelfde. En dan vervolgens gaan we weer 1 naar binnen. Zo, dan dit wordt een mondje van de creeper. En misschien zien jullie het nog niet helemaal, maar gaat het helemaal goed komen. Oké, dan bouwen wij hier nog even omhoog. En nu is het een kwestie van dit even afmaken. En kijk. Dit is gewoon een creeper. Alleen, we zijn nog niet helemaal klaar. Ik moet nog even deze kant ook doen. En bim! Kijk dan hoe vet dit er nu gewoon al uitziet. Oké, nu is het een kwestie van deze kant gewoon even afmaken. En dan moeten we het hier ook even dichtmaken. En daarna gaan we ook andere blokken gebruiken. Want wat ik bijvoorbeeld kan doen... Kijk, ik kan hier zo even een TNT tussen plaatsen. Want dan ziet het er nog mooier uit. En misschien kan ik op het einde wel de TNT laten ontploffen. Dat is een echte creeper. Ik ben trouwens heel erg benieuwd wat Sotiro, Mick en Giel aan het maken zijn. Daar gaan we straks natuurlijk ook even kijken. Alleen eerst moet ik mijn creeper afmaken. En weet je wat? Laat ik eerst maar even beginnen met dit helemaal volmaken. Want daarna gaan we ook nog het interieur doen. En het interieur gedeelte vet worden. Want we hebben namelijk mods zoals deze stoel. En de basis van de creeper is helemaal klaar. Alleen, je kan hier nu gewoon zo naar binnen lopen. Dat is niet de bedoeling. Want uiteindelijk moet er natuurlijk wel een huis worden. Dus, wij pakken even glas erbij. En normaal zou ik dus even ander glas gebruiken. Maar het moet rood zijn, dus we gaan rood glas gebruiken. En dat gaan we hier natuurlijk even neerzetten. Zodat er helemaal niemand naar binnen kan. Dat is wel even belangrijk. Oké, we zijn bijna klaar met het glas. We doen hier nog even wat glas. En we pakken deuren erbij. Helaas zijn er geen rode deuren. Dus we gebruiken gewoon even deze deuren. Hoppakee. En hoe ziet de voorkant eruit? Kijk hoe vet het is. Oké, alleen moet ik er nog even een beetje afmaken. Want er moet veel meer TNT bij. Want het is namelijk een creeper. Dus we doen aan de zijkant hier doen we even wat TNT. Aan de achterkant doen wij ook even wat TNT natuurlijk. En aan de andere zijkant moet ik ook wat TNT doen. En biep. Oké, die moet weg. En dan maken we het af met red concrete powder. Puur om het even iets mooier te laten lijken. Oh, dit is niet de bedoeling. Zo, als ik namelijk alleen maar rood wol gebruik, is het best wel een lelijke creeper. En op deze manier komt er wat textuur in en wordt het echt veel mooier. Dit is namelijk hoe die creeper er op dit moment uitziet. Alleen ik ben nog niet klaar. Want wij hebben ook red concrete en die kunnen wij ook nog plaatsen om het nog mooier te maken. En nu we het hebben gedaan, denk ik dat de creeper aan de voorkant klaar is. Ik ga het nog even aan de bovenkant en aan de achterkant en aan de zijkanten doen. En daarna gaan we beginnen met het interieur. En nu we klaar zijn met de buitenkant, denk ik dat dit wel een hele mooie blok is om te gebruiken voor op de vloer. Want het is rood, maar er zijn andere blokken als die ik heb gebruikt voor de creeper zelf. Oké, weet je wat? We gaan de hele vloer gaan we gewoon even snel doen. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien. En de blokken zijn geplaatst. En oké, ik zeg je eerlijk, ik vind het best wel mooi. Alleen nu is het tijd om natuurlijk het interieur te doen. Oké, laten wij beginnen met even 2 stoelen. En aan de andere kant plaats ik ook gewoon die stoelen. Of nee. Die ga ik weer weghalen. Hier binnen moet ik natuurlijk ook even wat kisten zetten. Dus ik zet hier gewoon kisten in. En hier zet ik even wat furnace neer. Want furnace heb je ook nodig in een huis. En om het nog even iets mooier te maken, pak een painting. En ik doe hier gewoon 2 paintings. En kijk er hoe vet dit eruit ziet. Oké, weet je wat? Ik hang hier ook gewoon een painting neer. Gewoon puur om het even op te vullen. Maar ik ben nog niet klaar, want we hebben nog meer rood nodig. Dus ik pak even rode banners. En we hebben natuurlijk ook een keukentje nodig. Want ik heb hier hele vette mods. En de keuken, die gaan wij gewoon hier maken. Dus eens even kijken. Ik doe dit. En
achteraan. Deze zet ik hier neer. Hier moet nog een kastje. En dus even kijken. Hierboven ook twee. En deze ga ik trouwens weer weghalen. Want wat is nou een keuken zonder koelkast? Dus even kijken. Bim, we hebben meteen een koelkast erbij. Ik zeg je eerlijk, ik vind dit best wel een mooie keuken. Oké, en dan heb ik er ook nog rode banners. Weet je wat? Die hangt gewoon hierop om het even op te vullen. En dan denk ik dat het interieur van mijn huis wel klaar is. Het enige wat ik nog mis is even wat red carpet. Want je moet natuurlijk wel zachte voetjes hebben. Dus ga ik ook nog even neerzetten. Hoppakee. En kijk hoe vet het eruit ziet. Alleen ik ben nog niet helemaal klaar. Want we hebben natuurlijk ook een tuin nodig. Nou, voor de tuin pakken we natuurlijk ook rode hekjes erbij. En oh, nee. De deur moet wel terug. Ik doe het helemaal fout. Zo. We zetten hier even rode hekjes neer. En die gaan we dan op deze manier dichtmaken. Dan zorgen wij ervoor dat wij hier in het midden natuurlijk even twee van die deurtjes hebben. Zodat je ook daadwerkelijk naar binnen kan. En buiten in de tuin zetten wij even een hele grote trampoline neer. Dan kunnen we lekker springen. En daarnaast even lekker een koelbox. Zodat je ook wat drinken kan pakken. En om het helemaal af te maken ook nog even wat rode bloemetjes. Hoppakee. En dan denk ik dat mijn hele huis gewoon klaar is. En ik ben heel benieuwd wat de anderen hebben gemaakt. Jongens, de tijd is voorbij. Nu komen. Oh, ja, oké. Zijn jullie klaar? Kom maar naar mij toe, ja? Oké. Ja, waar ben jij? Oh ja, ik zie de... Ja. Wow, we gaan eens in mijn huis kijken. Ik heb een creeperhuis, alleen dan rood. Want kijk, TNT is rood en creepers ontploffen. Dus creepers zijn groen. Nee, Mick, dit is een rode creeper, oké? Ik vind hem mooi, hoor. Heb ik nog nooit gezien. Maakt niet uit. Maakt niet uit, Mick. Kom, laten we erachter gaan, dan gaan we naar binnen, ja? Ja. Oké, kijk, dit is mijn tuin met allemaal mooie rode bloemetjes. Okay. En dan hier heb ik een trampoline, een hele grote. We kunnen er met z'n vier op, denk ik. Het gaat wel lastig, maar. Hij is een beetje klein voor vier, man. Maar oké, hier heb ik even twee coolboxes, jongens. Maar we gaan naar binnen toe. Kijk eens hoe mooi dit eruit ziet. Zo. Nou. Ja, vinden jullie het een beetje mooi, jongens? Ik krijg wel zin om het in de fik te steken als ik heel eerlijk ben. Weet je wat? Helemaal op het einde gaan we dit opblazen, ja? Oké. Maar welk cijfer geven jullie mijn huis? Nou, als we het maar opblazen, 10. Oké. En Giel, wat geef jij het voor cijfer? 7,1. Zo laag! Oké, en Santino, jij? 3 uit of 15 sterren. Geef je mijn huis dan gewoon een 3? Nee. Ik geef het een 6. Oké, ik ga het een 10, Jesse. Waarom zo laag? Ik snap er helemaal niks van. Het is zo'n klein huis. Oké, Giel, ik heb een klein huis. Dan ben ik heel benieuwd wat jij hebt. Zullen we gewoon gaan kijken? Ja, let's go. Oké, let's go. Nou, Giel, vertel er maar wat over. Wat heb je allemaal? Dit is mijn paarse huis met paarse bloemetjes aan de buitenkant natuurlijk voor de details. Je hebt ook rode bloemetjes, Giel. Ik weet niet of dat telt, hoor. Nee, die rode bloemetjes die stonden daar natuurlijk al. En dit is mijn jacuzzi, ook 4 persoons. Zo! Oké, kijk, dat lijkt kerel. Ja, lekker dubbelen. Cool. Giel, hoe komen we hier uit? Want ik kan niet vliegen normaal. Je kan wel vliegen. Daar is het op gemaakt. dit is de brievenbus en vandaag hebben we nog geen post gekregen. Hele mooie brievenbus en binnen is wel een beetje koud, hoor. Dit is de grand entrance. Oké, de grote ingang, let's go. En wat heb je nog meer, Giel? Dit is de chill bunk, dus kom allemaal lekker chillen. Yeah. Wat leuk! Echt een vibe, hier. Willen jullie wat te eten? Want ik heb namelijk een hele mooie keuken. Geef mij eens wat lekkers te eten, Giel. Kom maar. Ik lust wel wat lekkers. Is goed, wacht. Ik ben het even aan het Giel. Giel, is dit jouw vogel? Ja, dat is mijn meneer Duifie. Maar waar is zijn vogel dan, Giel? Waar is hij dan? Die is doodgegaan toen we op vakantie waren. Op de camping. En Giel, dit is mijn master bedroom. Oeh, de slaapkamer. Ik vind het interieur wel een beetje matig, hoor, Giel. Nee, maar dit is pas net... Ik ben nog aan het verhuizen, oké? Giel, mijn huis is veel mooier. Weet je wat ik ook nog heb? Een kachel. Mick, kijk uit. Weet je wat, laten we het uitmaken. Mick, jij zegt dat jij een heel mooi huis hebt. Laten we daar maar even gaan kijken. Ja, kom maar. Oké, waar moeten we heen, Mick? Ik weet het niet. Nou, het is letterlijk hier. Ja, het is hier om de koel. Wat? Mick, wat? Jij hebt gewoon een geel blok. Ja, maar kijk deze bomen. Ik vond die bomen vind ik wel heel erg vet. Die moet ik je geven. Die zijn heel leuk. Dit is de M van McDonald's. De M van McDonald's. Je hebt gewoon een McDonald's gemaakt.
Nou, okay, kom bijna. Kijk, zelfs de deur, man, zoals je ziet. Trampoline. Oh. Zelfs dit is geel. Oké, die vind ik leuk, Mick. Oh, trampoline. Ja, ja, ja. Ook een trampoline. Yeah. Oh. Een barbecue. Een barbecue. Oeh, lekker. Lekker vlees opleggen. Ziet er heel mooi uit, Mick. Heel mooi. Wow, dit is groot. Oké. Kijk, Vincent van Gogh. Wauw. Made by Vincent van Gogh. Oh, ja, dat is echt de kunst hier, joh. 10 miljoen waard. Oh, mooi. Hij heeft gewoon kunst. Super mooi, Mick. Wow. Allee, wat heb je allemaal nog meer? Laat het maar zien. Nou, we hebben hier nu een keuken. Dat is niet heel speciaal. Ja, een hele mooie gele keuken. Ik ben meer een kleine keuken. Nou, maar ik doe toch alleen maar thuis bezorgd. Dat heb ik niet nodig. Nee, oké, maar dat is oranje, Mick. Dat mag jij helemaal niet. Kijk, en hier hebben we. Ja, we hadden geen gele tafels en stoelen. Oké. Hier eet je het eten lekker op, denk ik, aan tafel. Oh, hallo, ja. Hallo. Dit is mijn tafel. Nou, hier heb ik een bed. Twee bedden als ik op visite is. Dus ik kan blijven slapen, Mick? Ja, je kan zeker blijven slapen. Oké. Slaapfeestje. Dit is ook vet. Dit is mijn favoriete lekker show, zitten. Games of Picks. Dit is een televisie? Ja, zeker. Oké, ja, ik vind het ook echt een heel mooi huis, Mick. Vooral de bomen vind ik heel erg leuk. Ja, toch? Ja, dankjewel. Nou ja, maar ik geef het, de bomen en alles, de tuin geef ik een 9. Het huis zelf geef ik een 7. En jullie, Giel, wat geef jij dit huis? Ik geef het een 6,5. En jij zo laag? Oh, ik geef het best wel 8. Je geeft dit een 8 in mijn huis? Nou. Nee, alles eromheen geef ik een 8. Oké. Nou, Satiro, zullen we naar jouw huis gaan kijken? Ja, ben je dat hij heel lelijk is? Ja, dat denk ik ook als ik bij jullie keek. Wacht, waar zijn jullie? Ja, ik ben voor je deur. Ik ben voor je deur, Satiro. Oké, hallo. Nee, deze bel is geel, hè. Dat mag niet. Nee. En dit is ook geel, Santino, dat mag nee, niet. Nee, er stond groen op! Nee. Je mag alleen maar groen gebruiken. Welkom bij La Casa del Santi. Oké, kom binnen. Oeh, interieur vind ik heel erg mooi. Nou, dat vind ik heel erg leuk. Waarom is dit niet groen? Dat is een tv. Dus tv. Waarom heb je 3 televisies? Nee. Het moet 1 grote flatscreen zijn. Ga je nou gaten maken in mijn huis? Ik heb wel een beetje weinig zitplek, Santino. Want jij kan er helemaal niet meer bij. Dat weet ik, ja. Ik had geen budget meer. Oké, waarom heb jij een schaap in je huis, Santino? Ja, dat is ook een ding. Dit is de butler. Oké, niet slaan. Dan gaan we hier naar boven. Laten we verder gaan. Oh, nee. Zo, en dan hebben we hier allemaal bedden voor ons. Ja, het is wel heel groot. Alleen, waarom heb je hier helemaal niks gezet in de andere hoek, Santino? Weet je hoe koud het is? Ja, ik weet het. Dat was ik vergeten. Het is wel mooi. Kijk, dat jij die lamellen hebt gedaan, dat is wel heel nice. Want het heeft verder helemaal niemand. Nee, ja, het is niet groen, maar... Ja. Ik geef het je. Maar wat heb je allemaal in de tuin dan, Santino? Ik hou ervan om lekker te kamperen met jullie. Dus ik heb een leuk kampvuurtje. Je hebt hier ook een S van Santino? Ja, omdat ik gewoon echt niks meer wist om in te doen. Nou, ik zeg je eerlijk, Santino, ik vind het best wel een mooi huisje. Van buiten vind ik hem niet zo mooi. Van buiten geef ik hem echt een 3. Maar van binnen vind ik hem wel mooi, dus krijg je van mij een 8. Oké, dat vind ik lief. Wat voor cijfer geef jij, Giel? Ik geef ook een 8. Natjes. Nou, Santino, je krijgt van mij een 10, hoor. Lekker, Mick, ik krijg ook een 10 als wij mijn huis opblazen, toch? Ja, zeker. Oké. Nou, kijk, dan pak ik even flitterstiel erbij en dan gaan we dat gewoon even doen, ja. Ja, heb ik dan gewonnen omdat mijn huis ook kan opblazen, of niet? Achteraf kijken of hij mooier is geworden, ja. Oké. We gaan kijken of hij mooier gaat worden. Ik ga hem aansteken, let's go! Is gewoon weg. Laat de komsten weten wie er heeft gewonnen. En dit was de video. Klik even op een van deze andere 2 video's. Want die wil je zeker niet missen. En ze gaan nog elk moment weg. Namelijk in 3, 2, 1. Je moet nu klikken.